Hulpdiensten snelden dinsdagochtend massaal naar de Berkelstraat in de Nijmeegse wijk Waterkwartier. Bij werkzaamheden aan het riool was namelijk een gaslek ontstaan en daarmee een potentieel gevaarlijke situatie. De woning in de Berkelstraat die staat nu vol gas, waardoor uit voorzorg de woningen, nou die woning zelf natuurlijk, maar ook de woningen daaromheen ontruimd zijn. Ja, de brandweer die is nu aan het graven naar de hoofdleiding in de straat om die af te sluiten, zodat verdere toestroom niet mogelijk is. Bij een gaslekkage is er altijd ontploffingsgevaar. Er wordt nu gekeken dat er een grote cirkel om die woning heen ontruimd is, zodat mocht dat gebeuren, de gevolgen zo klein mogelijk zijn. Er is nu geen aanleiding om te denken dat er op dit moment iets zal ontploffen. In totaal zijn er nu zo'n 30 woningen ontruimd. En de politie die heeft dat vanochtend gedaan.